Net nadat ik Maris had gestreamsniped, toen waren wij op een gangterrein en toen werden wij ineens ontvoerd. Wat er toen gebeurde, ga je nu zien. Let's go. Als jullie ooit iets willen leveren, jullie weten precies waar ik het over heb. Precies. Maar eigenlijk dat is gewoon waar een beetje op het foto. Man, praat veel te veel. Oeh, rennen. Hey, nee. Hey. Oh, nee. Nee, je mag even staan blijven. Helemaal niet. Is Tony. Zo, meneer, wat vind ik allemaal in die broekzakken? Wat dan? Ik vind een pistool. Moet ik hem op de speaker zetten dan? We komen. 3 minuten de tijd, als hij dan nog niet is. Ja, ik ben er in 1 minuut, sorry. Schatje. Ja, opschieten. Oh, heeft... Kijk, dat zijn dus goede maten precies, hè? Ze lachen. Nee, dit zijn helemaal geen goede maten. Ja, doe juist waar toch je beste vrienden, toch? Nee, helemaal niet. Pak je telefoon weer even af. Ja, doe dat. Nou, hij zei er 1 minuut dat ze er, dat ze dan kwamen. Ja? Als ik meerdere mensen zie, dan ben je gewoon dood, kerel. Daar kan ik toch niks aan doen wie zij meenemen, en wel niet? Daar kan je zeker wat aan doen. Jij nou, duidelijk dan gezegd van je handen. Handen. Ja, nou, dan hoop ik dat ze maar luisteren, hè. Kan iemand al even de auto starten? We kunnen het zo even doen. Ja, doe je hand maar even weer omhoog. Oh, ja, ja. Gaan we even snel onthouden. Oei. Ik weet niet welke groep dit is, maar dit is wel grappig. Dus wat was het idee hiervan, jouw zogenaamde vrienden? Geen idee. Ik denk, we moeten even ruiken, weet je wel. Even ruiken wat zij hier wilden doen. Ait, ze hebben toen gewoon ontvoerd. Aha. Ja. Ik hoop dat je weet dat ik niet achterlijk ben. Dat we precies weten waarvoor jullie hier zijn. Nou. Je zijn hier om een beetje informatie over ons te krijgen, natuurlijk. Moest ik komen? Pff, zij misschien, maar ik niet. Wat interesseert mij dat? Ja, nu wel eigenlijk, maar... Ja, ik wilde net zeggen. Volgens mij boeit het je heel veel. Ja, op dit moment wel eigenlijk, ja. Dan gaan we geen gekke politie van laten doen, dan. Hij is een beetje boos. Ja, dan was hij dood, werd gezegd. Ja, gast, hij is zelf politie. Ik ben Bodie, die we de vorige keer ontmoeten. Heb je zijn nummer nog? Wacht, ik ben even de Blue Gang. Mijn telefoon werkt ook niet, dat is jammer. Kom, we moeten gewoon naar daar. Maar we kunnen daarover praten natuurlijk. Nou, dat gaan we zeker doen. Als jouw collega's hier zo meteen zijn. Is hier al naar boven? Nee. Ja, hier is het. Ja, ze rijden. Kijk, ik zal het ze hebben ons al kolenhard doorrek. Ja, ik vraag me af waar ze blijven. Ik zie wel iets in beweging voor de poort. Maar ze zijn met kolen veel. Oh. Wat waar? Zijn ze dat daar? Oh, dat zijn ze. Ja, dit zijn ze. Ja, dat zijn ze. Ja, ik moet dat dit zijn ze. Heren. Jij mag het zeggen. Hoe maar hard mogelijk. Ik hè? Oh, hallo Bas en Duncan. Heren, jullie mogen even afstappen. Ja, Bas. Ik heb je de collega. We willen even praten. Heren, anders is jouw collega dood. Ja, blijf jullie staan. Jullie kunnen even... Blijf. Nee, ik heb toch een mesje op hem. Ja, kom maar eens even praten. Jongens. Ja, blijf staan. Blijf staan. Blijf staan. 2 seconden, dan blijf ik ook staan. Ai, nee. Nou, je ziet het, hè. Roep, wacht. We gaan een beetje in de beurs staan. Schreeuw maar gewoon naar ze. Ik wil niet praten met jullie de hele tijd achter mij rijden, man. Blijf zelf even staan en dan blijf ik ook staan. Ik wil gewoon 5 meter tussen ons allemaal hebben. 5 meter? Blijf daar staan en blijf hier staan. Ja, zo, gezellig. Kom maar. Bas en Duncan, kom maar. Bas en Duncan. Zo. Ja, gewoon afstand. Nee, ik sta hier goed, man. Praat maar, ik luister. Ja, sta zo goed, praat maar. Nee, dat gaan we ook zeker niet doen. Maar, zeg maar. Kijk, als jullie gewoon afstappen, gaat er niks gebeuren. Maar als we hebben jullie collega. Ik denk niet dat het slim is om nu domme keuze te gaan maken. Nee, dat gaan we ook zeker niet doen. Wie is die KTM daar bovenop? Die kennen we niet. Laat me kijken. Oei. Die kennen we niet, hè? Zweer. Tony, gaat het goed? Oké, heren, jullie mogen even afstappen. Nee, we gaan niet afstappen. Jawel, Bas, doe nou. Zeker, wil je collega dood hebben? Ik wil even weten, Tony. Ja, maar mij gaat goed, Bas, en met jou? Ik heb een mesje tegen iemand skill. Is goed, maar wil je dat we afstappen, Tony? Of wil je dat niet? Ik weet heb... of je wil dat Tony doodgaat. Op dit moment heb ik niet heel veel te willen, eigenlijk. Hey, kijk, ik wil niet dom doen, maar Tony is agent. Dat weet ik. Daar zijn ze achter gekomen. Wel fijn dat je het nog even erin wrijft. Thanks, man. Dan krijg je het hele korps achter de maat. En jullie? Ja, wij zitten bij de speciale eenheid, maat. Ja, wij zijn de Noorden. Hey, ik wil niet heel veel zeggen, maar ze hebben wel gelijk. Als je mij vermoord, krijgt het hele korps achter je aan. Ik wil daar niet... Dan gaan wij door. Je zit er sowieso achter ons aan, maar dat maakt allemaal niks meer uit. Zeker? Ik kan me herinneren dat ik net nog een dashcam heb gepakt van een Volkswagen, waarop jij zei dat jullie illegale zaken deden. Ik weet niet of de heren hier voor ons de brandweermannen kennen. Ik weet niet of je hoort wat ik zei. Ik weet niet of je helemaal doof bent. Ja, ik ben slecht. Wat zeg je? Ik zei tegen, volgens mij heb je natuurlijk ook over illegale goederen zo gehad. En heb ik toevallig net die dashcam eruit gehad met een USB-stick die ergens ligt. Dus als jij hem vermoordt, gaat die naar de politie. Oei. We kunnen het ook zo doen, dan breng je ons... Nee, luister. Of... Nee, je gaat even je mond houden. Er staat een mes op je keel, Teven. Oh ja, rustig. We kunnen het zo doen, hè. Jullie brengen ons nu die USB met de informatie. We zullen je collega loslaten. Nou ja, laten we sowieso met de onderhandeling beginnen dat jij dat mes van zijn keel afhaalt en dan gewoon even... Juist. Want ik denk niet dat het nodig is, hij kan nergens... Volgens mij bepaal ik nu mijn moment, aangezien hij dan anders wat leven... Volgens mij hebben we allebei het onderhandelen, kerel, dus we hebben allebei wat te zeggen. Volgens mij is het relevanter voor jouw collega dat hij niet doodgaat.
Volgens mij is het relevanter voor je organisatie dat Aha. En trouwens, die vrouw die daarboven stond, die hoort volgens mij ook bij het politiekorps. Ja. Sorry, ik heb haar wel eerder gezien. Ja, wat kan ik daar nou weer aan doen, jongens? Hey, rustig aan. Maar we gaan het zo doen, hè? Ja. Of je collega gaat dood, of je komt nu die USB brengen. Ja, kijk, dat is niet helemaal hoe we dit gaan doen. Dat is zeker hoe we het gaan doen. Jij krijgt prima je USB-stick, maar ik ga natuurlijk niet jou die USB-stick brengen terwijl jij een mes bij me hebt. Nee, dus als je je USB-stick hier komt leveren, dan laat ik jouw collega los. Dan weet ik dat jij helemaal van je hoort bent. Nou, dan niet. Dan is je collega gewoon eraf. Dan tegen moet komen. Ja, precies. Jullie de keuze. Of wil je collega 100% dood hebben? Jongens, ik wil me dit niet heel erg mee bemoeien, maar op dit moment is er niet heel veel keuze. Behalve mij eerst vrij en dan de USB brengen. Hey, heren van mij, zeg even dat het in de portefeuille ietsje stiller is. Je hebt me wel gewoon een uur lastig gevallen, toen is het niet dat ik zo graag zie leven. Hey, Bas, hou je mond jij. Collega W, zeg even... Kom, zeg gewoon weg, maat. Is meneer in het blauw. USB-stick is collega dood. Meneer in het blauw, kan jij even vragen aan je collega's dat ze even bij jou gaan staan? Want die gast voor me bepaalt van dit. Ah nee, die houden jullie gewoon een beetje in de gaten. Ja, maar zeg maar, nee. Kijk, wij willen best met jou onderhandelen. Wat? En jou die USB-stick geven. Zeg dat het in de portemonnee stil blijft. Maar wij willen natuurlijk ook een goed tegenbod, we kunnen niet jou die USB-stick geven, dan zitten we in een nog slechtere situatie. Dan gaat het even zo doen, hè. Als wij die USB-stick zien, jullie leggen hem in de hoek neer. Ja. Dan laat ik jullie collega los. Mijn collega pakt volgens die USB-stick en jullie komen niet meer terug. Wat vind jij ervan als we het nou zo doen? Ik ga die USB-stick zo meteen halen. En jij regelt een auto waar we met z'n drieën in kunnen. Zodat wij, ik geef jou die USB-stick, ik leg hem op het terrein neer, ergens zometeen. Dan stappen wij in die auto, dan geef ik jou, dan kan jouw collega daarna naar de USB-stick rennen en kunnen wij wegrijden met z'n drieën. Okay. Wat een puik plan, zeg. Och, puik. Dus als wij jij zorgen dat hier een auto staat van minimaal 3 personen. Nou ja, als jij nou voor ons even, voor ons zometeen die GR100 van jou neerzet, er zit vast wel een trekker in. Zo werkt het niet. Ja, op een andere auto, je mag kiezen, mag ook die Audi zijn. Doe maar die RS6, RS6 is heel mooi. En dan heb jij vast wel een trekker in dat ding, dan geef ik jou zo die USB-stick. En dan mogen wij eerst met z'n drieën instappen en dan gooi ik dat ding met het raam. Dan kan je hem zo oppakken. Het is een eerlijke onderhandeling, klinkt dat allemaal een weg. Goed plan, echt en dan wel. Kunnen wij weer verder en dan... Jeetje. Ja, maar hoe kan ik jou vertrouwen dat je die USB-stick eruit gooit dan? Nou, dat is gewoon een... Hoe dat moet je zien uit, toch, met je ogen? Dat zie je met je eigen ogen. Nou, als jij hem in laat stappen, dan gooi ik hem eruit. Ja, ook. Dat is een eerlijke onderhandeling, dat hebben we allemaal recht. Dat is een goed plan. En dan kunnen wij weer verder en dan zie je ons nooit meer. Klinkt heel goed. Jeetje. Nou ja, meneer Tony, dat klinkt voor jou misschien wel goed, maar dat is helemaal geen aangenaam plan. Hoezo? Dat jou gewoon, jouw collega's, gewoon die USB-stick ergens hier droppen. Ja. Ja, maar dat gaan ze toch doen, dat zegt ze toch? Maar wat we ook kunnen doen is dat ik nu die USB-stick, dat ik nu even wegrijd, dan blijft hij zitten en dan verstop ik hem zeg maar hier gewoon op het terrein. En dan we gaan geen verstoppertje spelen meer. Ja, maar. Bas of Duncan? Bas? Ja, Bas. Oké, dat zijn nepnamen, dankjewel. Hm? Nee, ik heet Duncan. Dat is Bas. Ja. Die andere is Bas, dat zeg ik net toch? Ik heet Duncan. Ik heet Bas. Ja, hij is Duncan. Jij zegt Bas tegen hem. Ik heet Duncan, moet je me niet denken. Die andere is Bas. Dan vraag ik wie is Bas en wie is Duncan. Oh ja, jij zegt Bas. Dus ik dacht, ik snap het. Ja, Bas is die andere. Duncan is degene waar je mee praat. Nou, dus het is heel makkelijk. Jullie komen de USB-stick brengen. Het wordt gewoon een swap. USB-stick voor collega. Duidelijk? Ja, maar ik wil wel een auto waar we weg kunnen rijden. Dat gaan we voor regelen. Nou, dan wacht ik dan even tot die auto er is. Dan kunnen we dan de USB-stick krijgen. Nou, er staan wel genoeg auto's, dus dan moet ik komen. Ja, gezellig. Nou ja, als jij hem vast klaar zet zo, de deuren open en zo, dat ik erin kan zitten, dan geeft mijn collega zometeen in het wit jou de USB-stick en dan stappen hun in en dan zijn we... Nou, ga eerst maar die USB-stick halen. Ja, kom, halen we. Even de onderhandeling duidelijker. Jongens, doe maar. Ga maar. Komt goed. Ik zie jullie zo terug. Oh, we moeten zelf ook even een plan bespreken. Je weet al hoe het gaat. We zijn hier niet om spelletjes te spelen, denk ik. Oh, nee, vertel mij wat. We moeten even snel doen ook. Ja, ik weet ook niet hoe we dit hebben gedaan. We kunnen toch een kopietje maken van die stick. Maar meneer Tony, weet u zeker dat zij te vertrouwen zijn? Jawel hoor, jawel. Nee. Want wij hebben hier een laptopje staan. Zullen we de USB-stick er even inpluggen? Huh? Als dit niet is, zullen we jullie alle drie vinden. Oh nee, hè? Laten we dat even heel duidelijk maken. Ja, nee. Ik heb ook als geen zin. Als de USB-stick niet klopt met de nodige informatie, die video, dan is het klaar. Ja, nee, dat is begrepen. Ik hoor ook dat er een politieagent op de bergen staat. Ja, daar weet ik oprecht niks vanaf. Nee, dat... Nog even, ik praat even in de portofoon. Oh, gezellig. Ik ben best wel slim, eerlijk. Mooie escape route hebben we hier. Ja, rustig, jongen. Mogen we eruit, kerel? Ja, we mochten weg. Heren, ik wil dat de Porsche Cayenne klaar gaat staan. We moeten een transport regelen voor de drie heren, zodat zij weg kunnen komen. Dat is heel makkelijk, ja? Zet hem klaar voor de heren. Als ze straks die 6x6 voor de deur zetten, kunnen we niet weg, hè, maat. Nee, daarom wil ik een oproder, dan jank ik hem bij die berg. Ja, gewoon met die motor. Nee, want we hebben geen derde motor. Bro, die USB-stick was ook zo slim. Maak gewoon een kopie van de USB-stick. Ja,
Ja, maar kijk, weet je wat ik wil? Ik wil zeg maar dat jij die USB-stick geeft, dat ik vast in die bakkie zit met die crazy Tony van de vier staat. Oké, die Cayenne die wordt klaargezet voor ons. Ik hoop dat dat geregeld gaat worden. Ja, dat is goed. Heb je daar wel een trekker in? Dat we hem, dus jongen, daar zit een trekker in. Oké, is goed. Je bent wel een beetje de leider, hè? Ik ben niet de leider, ik ben leidinggevende die een beetje dingen aanstuurt. Dat is alleen maar goed. Die hebben we ook bij de politie. Volgens mij ben ik wel duidelijk met wat ik doe. Oh ja, je bent heel duidelijk. Echt heel duidelijk. De auto wordt al klaargezet. Ik zie het. Niet eens vervelend vervoer. Nee, dat is niet verkeerd. Is hij wel fulltuned dan? Waarschijnlijk. Er zijn de boys. Oké. Oké, stap maar. We kunnen dit keer wel gewoon afstappen. Ja, heren. We zijn ready. Hou even een beetje afstand dan. Kom mee redden. Nou, oké, heren. Wij komen de onderhandeling even rondmaken, want hebben meneer rechts mij het aardig wat haast in zijn hoofd. Oké, ik wil het zo doen. Ik weet nu waar die USB-stick is. Die ga ik zo meteen, gaat jij die krijgen. Maar ik wil een auto hebben waar ik vast in kan zitten. Staat klaar. Daar. Ja, dus staat daar als klaar. Ik die vast mag, de Porsche Cayenne. Oké, dan wil ik daar de sleutels voor krijgen, zodat hij niet zo meteen ineens op slot gaat. En ze ook even die 6x6 wel voor de deur willen weghalen, want dat is niet echt handig. Ja. Nou, dat is voor onze eigen veiligheid. Ja, maar dat, precies, maar dat is helemaal niet. Kan ik even de sleutels krijgen van het voertuig? Gewoon zeg maar nu even. Ze zijn wel slim hoor. Oké, dan ga ik zo zitten. Dan geeft hij jou de USB-stick. Dan laat je hem los. En dan stappen hun bij mij in en gaan wij weg. Oké, dus je geeft de USB-stick aan collega. Jij mag er één kiezen wie hem krijgt. Maakt mij geen snar zijn. Oké, collega die nu zijn hand omhoog deed, die krijgt hem. Dus geef hem aan hem. Ja, ik ben niet degene die hem zo van jou gaat geven. Ik ben degene die gaat zitten. Oké. Nou, degene die hem heeft, geef hem al. Maar ik wacht nog op de sleutels, zeg maar. Als collega even de sleutels heeft. Die heb je niet. Hartstikke bedankt. Kijk. Dan ga ik van zitten, dan ga ik hier even de auto klaarzetten. Dan geef hij hem zo aan jou, ja? Ja, helemaal goed. Dan de 6x6 vast weg dan, want die zie ik toch echt wel over dat hek. Ja, vertel dat maar voor collega's. Wat een teamwork, jongens. Teamwork. Meneer, hier mag ook even van de telefoon afgaan. Ja, ik stuur even een bericht. Bas, waarom? Dat vragen we niet. Doe dat niet. Kerel, met dat mes. Ja. Kan je even vragen of die 6x6 binnen de poort komt, voordat hij er zo toch ineens voor gaat staan? Vraag maar of die voor de poort weg gaat, gewoon van de binnenkant. Kunt jij gewoon even langs binnen van de poort komen. Oké, nou dan mag jullie collega die USB-stick overhandigen. Ik ga ondertussen wel dat mes van zijn keel wel afhalen. We gaan eerst dat die USB-stick testen of het wel de goede is. Ja, dat kunnen jullie prima doen, maar dan... Dat is gewoon de goede, dan kan je vanuit. Dan Tony stapt hem in. Ja. Komt goed. Nou, hoop ik. Geef hem die USB-stick. Hou even een beetje afstand dan. Ja, jongens, nog even duidelijk maken. Maak geen dummy van die USB-stick, want hij zei dat hij ons alle drie gaat vinden. Heb ik niet. Het is gewoon een zakelijke meeting. Van woord tot woord. Man tot man. Helemaal goed. Als dat het geval is, zijn jullie. En anders weet je mijn naam alles. Dan kan je me komen zoeken, toch? Dus, ja, hij heet Duncan. Maar dat zei ik al. Ja. En die andere is Tony, man. Hij werd jouw naam weet ik ook. Ja, Tony. Juist. Kijk, ik heb een grote doos voor een kleine stick. Ja, heel goed. Dus als jij hem zo los wil laten, dan geeft hij jou nu die USB-stick. Ja, ik kan het aan mijn collega. Laat hem even los. Allebei oversteken, eerlijk. Ja. Oh. Zo, hij is los. Kan ik zitten? Blijf maar verstaan. Totdat hij is. Ja. Oké. Mag hij instappen? Ja. Mag instappen. Juist. En dan wegwezen. Doei! Wallepik. Hey, je hebt wel een kopie van die USB-stick, toch? Ah, ik denk dat ik dom ben. Heb je een kopie gemaakt? Tuurlijk, bro. Hoppa! Oh, lekker. Ik van mijn dingen, man. Oké, weg zijn we. Oké, go. Ik ben dan toe slim voor die USB-stick. Eerlijk, ze hadden die aan de standpad gestoken. Komen ze nog achter ons, of niet? Nee, dat was het. Dit was wel mooi. Maar er zit nog iemand achter ons aan, of is dat... Ik weet het niet. Geen idee, dus de Porsche is wel snel. Oh, ze rijden veel te snel weg. Ja, hij is fulltuned. Ik hoor het al in die turbo. Shoo-doo-doo. Wat heb jij toch op geluk? Wat goed. Hij ging eerst voor mij met dat mes. Hoe ben jij gepakt? Go. Ja, maat. Ik ga terug, want mijn auto die stond daar nog. Hoi. Even bellen, toch? Ja, kom. Oh, jullie hebben dit wel even sterk gedaan, ik ben niet normaal gedaan, dat het te clearen, maar dit is best wel grappig eigenlijk. Sterk gedaan. Wel een beetje vriendelijk badslippers en telefoonnummer nu, hè? Want het is een beetje naar op dit moment. Klopt. Ja, hij vraagt me altijd gewoon om hier te komen, maar ik scheid er gewoon. Ja, bro, hoe moeilijk is het om even zijn scherm te houden? Anders word ik 10 keer gebeld op een dag, daar heb ik geen zin in. Dit was wel hard, man. Ik zeg je eerlijk. Maar waar is hij nu dan? Want we moeten wel even ergens meeten, dat we zeker weten dat we allemaal veilig zijn. Er zit een trekker in die auto, hè? Dus we moeten echt weg. Ja. Heb jij een auto in garage? Nee, jij wel. Ja. Ik ben extra? Ja, ik heb deze alleen in het roze. Oh, en dan net op. Oh, ga eerst even naar de garage hier. Ik pak even een auto. Hier is de garage. Ja, doe dan. Ja, schiet op. Zoek even de groene pijl. Waar is de groene pijl? Ja, als die boys zo terugkomen, hebben we echt een probleem, hè? Oh, hier. Oké, kom. Oh, hij is zwart. Waar ben je nou? Hier, kom. Moeilijk, man. Bellen en lopen. Hai. Ja, dit was wel leuk. Ja. Vraag waar badslipper is. Ja, hij belde me, maar hij nam me weer niet op. Die telefoons werken niet. Yo, ik zit met Tony in de waggie en een kopie van die USB-stick. Waar is hij? Yo, hallo, bro, hoor je me? Yo, Bert, je belde me. Ja, ik had een vraag. Ik kan ook andere mensen praten. Heb je al een gang gevonden, of niet? Hey Bert. Ik wil allemaal mensen praten. Waar is hij? Wacht even, ik bel je nog een keer zo. Vraag waar die is. Wat hek? Ik hoor allemaal mensen praten, wacht. Hey Bert, heb je al een andere gang gevonden? Hey, dat is Marius. Wat?
Huh? Ja, wat is dit dan? Ik ben even ingetapt op jullie telefoongesprek. Ja, vraag het niet aan mij, vraag waar die is. Bro, ik zit met 80.000 mensen te praten. Ai, 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 ik word weer vol geflitst. Ik heb zoveel geld verloren vandaag al. Gewoon dat jullie hier aan het irriteren was. Oei, oei, oei. Oh, zo. Oh, sorry. Nee, de groente. Dit werkt niet. Dunker, waar ben je? Marius, hoor je ook al deze kinderen? Ja, maakt niet uit. Dan zeg gewoon hoe je bent. Bij telefoonwinkel. Yo, ik kom eraan. Yo. Ik hoor jou nu ook in één keer, Marius. Hoor ik ze. Ik hoor ze nog altijd. Hey, nee. Ja, maar er is een bug met het... Hey bro, Duncan, hoor je mij nog? Ja, ik hoor je nog steeds. Ik heb de telefoon al weggezet, man. Ja, ik ook. Moet ik bij de telefoonwinkel wachten? Ja, maar er is een bug met het voice. Iedereen hoort elkaar. Ja, ik hoor je nog steeds. Maar waar is hij? Waar is hij? Ja, je moet bro. Waarom moet dit? Oh. Ik heb geen telefoon. Hey, zijn dit die boys of niet? Kijk dan, waar gaat dat allemaal aan, die postbezorgpakket? Oh! Oh, dat kan gewoon, oké. Waar is die? Ik heb dit wel gemist met je, Tony. Ik ook, zeker waar. Waar is die gast nou? Vraag waar een badslipper is. Ja, hij zegt ik kom eraan, maar ik hoor dus 800 mensen praten. Kom even hier bij de skatepark, rechts. Ja, weet je hoe druk het hier ook is? Ja, wij ook, wij zijn die Porsche. Links, achter je. Waar? Oh, huh? Stop dan. Oh, hier. Oh, daar. Ik hoor vier mensen. Oh, sorry. Gaat het? Kom, stap in. Snel, we moeten hier weg. Want... Ja, ik hoor superveel mensen. Ja, weet ja, ik veel. Stap in. Gewoon instappen. Ja, instappen! Waarom? Maar hoezo hoor ik zoveel mensen? Hoezo horen jullie zoveel mensen? Kijk, die postbezorgbus die hoort terug, erbij. Ga even terug. Hoe bedoel je? Omdat ik mijn motor wil wegzetten. Ik heb die andere Cayenne, die heb ik hier namelijk gedumpt. Waar is je motor? Oh, daar. Kon die niet nog creatiever neer worden gezet? Oh. Ja, nou. Ik ben er van deur, kerel. Oh, oké, okay, doei. Was gezellig, hè, de vriend, hè. Ik spreek jou wel. Was gezellig. Ik moet eten. Ja, maar soms eten. Hey, nou, Duncan, dan ga ik ook de stad uit, man. Bedankt voor het kijken naar deze video. Klik natuurlijk op een van deze twee video's die jullie kunnen zien. Want die moet je echt gezien hebben. Vergeet ook zeker even niet nog even te liken en te abonneren op mijn kanaal, mocht je dat niet gedaan hebben. En dan ga ik zeggen zoals ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later, mensen. Ciao, ciao.